Yo, what is up? Ik ben Tom van Gamersnet.nl en het is weer zover, of eigenlijk het was zover. Er was een Uprising evenement in Overwatch en zoals bijna altijd heb ik dan altijd wel een beetje het idee van oh, oké, hey, ik ga lootboxes openen, want schijnbaar doet dat het goed op YouTube. I don't know. Anyway, we hebben 25 Uprising lootboxes verzameld en sowieso het evenement was fantastisch. Maar er zijn een aantal van die loot dingetjes die ik enorm graag wil. Zoals altijd, ik ben een Zenyatta main, dus ik wil die victory. Wat is het highlight intro als hij wint, dat hij dan op zijn hoofd gaat staan, ondersteboven. Die shit is awesome, ik wil dat hebben. En voor de rest, ik heb volgens mij nog maar 2 lootboxes hiervoor geopend, dus er zou van alles hierin kunnen zitten. Ik hoop gewoon op ook wel een paar vette skins. Without further ado, laten we beginnen met die eerste lootbox, 25. Iets voor good luck, jij doe een dansje, ik weet het niet, we gaan er gewoon induiken, let's go. Oké. Twee blauw, kan ik mee leven? Nee, eigenlijk niet. Klein beetje money. Ik heb al genoeg money. Nee, een op zich best wel toffe spray van Bersin in het water. Whatever. Nee, we doen het voor die skins hier, hè. En die highlight intro, kom op. Geef me dat. Kijk, dit zijn de dingen die ik wil zien. Soort van. nee, dat rol ik terug. Het enige wat uit de Uprising stuff is hetgene wat niet speciaal is. Voor de rest wel toffe dingetjes. Ach, ja, oké. Okay. Laten we dat dan equippen. Dat is prima naast gunspinning. En dit is een dope skin, maar helaas niet van het evenement. Anyway, hij wordt wel equipped, want gaaf of zo. En Anna speel ik veel, maar daar heb ik al een vette skin voor. Dit is... Nee. Geef ons die legendaries uit het Uprising evenement. Niet iets ernaast. Kijk, dit gaan we waarschijnlijk vaak zien. 3 normal en 1 blauw. Like, daar doen we het niet voor. Our craftsmen blames their tools. Hey, wel prima, ik zet hem erop. Thanks, Torbjorn. En ineens weet ik weer waarom ik Zenyatta gewoon als main heb. Die guy is zo freaking zen. What's in the name? En door. Come on. Het is wel meer lootboxes dan we voorheen hebben geopend in dit soort unboxings. Dus ik hoop dat ik er ook meer uithaal. Dit is trouwens wel een vette victory pose. Dus mediterende Genji, let's go. Smells like victory. Smells like victory. I don't know. Dat, ja, oké, prima. Voor de rest wat duplicates, doen we niet voor. En door. Het evenement is nu eigenlijk ook as we speak voorbij. Maar er zijn nog een aantal uren dat je het nog kan spelen. Dus als ik hier niet die Zenyatta shit uithaal, dan moet ik het snel gaan kopen. Anders dan is het mijn kans voor altijd vergaan. Dat krijg je natuurlijk wel met die exclusieve dingetjes. I was born in battle. En in Siberië. Door. Come on. Dit zijn de dingen die we niet willen hebben. Gun me iets. Gun me iets, Blizzard. 25 lootboxes. 15 verdiend of zo. 10 gekocht. Come on. Ik heb money gegeven. Geef me iets terug. Dit is gewoon keihard gamblen, maar dan in games. Nee. Toch wel een speciale iemand. Snap ik. Diva, je bent ook een jonge meid. En ze zit tegenwoordig ook in Heroes. Of komt naar Heroes. Ook dope. En door. Come on. Fingers crossed. 1 special rare ding. Oh, dit is wel een emote. Oké. Ik ben geen Pharah speler. Ik heb er laatst echt serieus pas voor het eerst opgepakt. Maar dat is een vette emote. Daar doe ik het voor. Die gaat erop. Toevallig is mijn vriendin een enorme Pharah main. Dus eigenlijk was die meer voor haar bedoeld ofzo, I guess. Maar hey, sorry, die heb ik dan gestolen. Nice! Legendary skin, het is Blackwatch McCree met een fucking laser, maat. Ja, tuurlijk gaat hij erop. Ik had ook al die hadden we vorige keer met het kerstevenement. Oh, dat is er weer 2 afleveringen terug. Toen had ik de kerst McScrooge skin voor McCree. Hij was nice, maar deze is eigenlijk beter. Dus sorry McScrooge, het is tijd voor Blackwatch McCree. Die ik ook niet veel speel trouwens. Whatever. Oké. Meer voice lines. Veel voice lines. There's a reasonable scientific explanation for this. Dit is volgens mij echt de langste voice line ooit, omdat May echt fucking langzaam praat, maar prima, ik doe het ermee. Ha! No pun intended, ik doe het ermee. No pun intended. Alright, oké, kijk, dit zijn de echte crap crates. Gewoon 3 duplicates en een player icon die ik nooit ga gebruiken. Nee. Nee, geef me dan wel even iets beters. 3 duplicates en een spray. Die lelijk is. Sure. Fine by me. Die moeten er ook tussen zitten. I guess. Maar kom op, skins. Kijk, dit lijkt er meer op. Oh, zo. De toffe nieuwe Uprising skin van Reinhardt.
niet de mooiste skin, maar weet je wel, exclusief, dus chill. En een emote van... Een emote van Bastion waar hij heel lief gaat zitten. Ik kwam er trouwens laatst pas achter dat dit een like reference is naar de hoe heet dit? Hoe heet die film met die giant? De friendly giant. Die robot. Like, dit is een directe referentie, maar ik kom niet op de naam. Shite. Anyway, toffe emote. We equipen hem. En deur. Hoeveel hebben we nog? 14? Oké. Okay. Toch, hou die fingers crossed. Die highlight intro, die moet ertussen zitten. Gun me dat, Blizzard. Ik heb te veel van die unboxing video's waarbij het gewoon echt alleen maar crap is. Volgens mij heb ik er 4 gedaan of zo inmiddels. 3 daarvan zijn echt pure jank. Kan gebeuren. Oké. Okay. Klinkt wel vet van Roadhog. Ja, yeah. Like taking candy from a baby. Nee, hij gaat wel hier wel over de ha-ha-ha heen. Oké, okay. Nice. En door. Kom op, Legendary. Oké. Ik speel Torbjörn nog wel eens. Dan is de Uprising skin wel cool, I guess. Ik equip hem, maar... Is de emote of die highlight intro die ik wil, is dat überhaupt legendary of zo? Of is dat zo'n rare ding? Maakt mij niet uit, geef hem me gewoon. Come on. Need it, man. Need it. Oh, een duplicate van de Uprising stuff? Really? Oké, dat is echt heel naar. Wel een op zich super lieve man en vrouw en baby Farah gravity spray. En een emote. I guess. Hij gaat erop omdat ik nog geen emote had. Maar het is niet de leukste. De beste is gewoon dat die pindakaas aan het vreten is. Yes, legendary. Hit me up. Toffe skin voor Irisa. De hero waar ik echt niks mee heb. Serieus, Orisa is echt... Ik weet niet, ze werd gelanceerd, ze werd onthuld. Het deed me echt niks. Ik vind haar nul charme hebben. Ik vind haar niet leuk om te spelen. Ik vind haar niet leuk om tegen me te hebben. I don't know. No offense, Blizzard, maar dit is wel een van de mindere heroes. Maar goed, prima. Okay. Het is de GameCube skin. Het is de GameCube skin, dus dan is het prima. Oh, dit is trouwens wel een vette victory pose. Handstand. Nice. Ja, zeker pakken we die van Lucio. Die is wel vet. Ik wist niet dat die er was. Aangename verrassing. You look like you've seen a ghost. Edgy Reaper. Altijd Edgy Reaper. Altijd erop zetten. Voor je Edgelord business. Ja, daar gaan we weer. 2 uit het Uprising event, maar een spray en een... I don't know. Deze player icon... Ligt het aan mij of lijkt het alsof ze een BH op haar gezicht heeft? Ben ik dat? Ik vind het echt... Weet je wel, vroeger ook wel eens met de BH van je moeder. Gewoon zo, wow, ik ben een superheld. Dat. Dat is dit. Of ligt dat aan mij? Zeg ik nou iets heel geks. Anyway, dat is wat ik zie. En nee, ik ga hem niet equippen daarom. Oké. Ah, weer. Weer dit. Oké. Nog meer duplicates. Het is niet alsof ik zoveel boxes heb geopend dat het alleen maar duplicates kunnen zijn. Het is gewoon weer zo'n tijd van weinig geluk hebben. Oké, we hebben er nog 4. Oké. Dit gaat denk ik echt die highlight intro kopen worden voor mij. Bronzen skin voor Reina. Chill, I guess. Dit is nog een dope player icon die ertussen zit. En een voice line van Symmetra. Kindly adjust. De total ass bitch. Van Overwatch, Symmetra. Gewoon, ik denk dat ze dat zelf ook als een compliment ziet als je de bitch noemt. En ze ziet van, yes, precisely. Oké, 3 lootboxes nog, let's go. Ja. Volgens mij is dat hem, of niet? Ja, ik denk het wel. Nice! Er is hier niemand om dit met me te vieren, maar dat maakt me niet uit. Alleen, thuis, maakt me niet uit. Ik ben vrolijk. Hier doe je het voor. Come on, man. Kijk die shit. Oh, hij is ondersteboven. What the fuck? Oh my god. Ja. Ik ben helemaal down hiermee. Dit is fantastisch. Super nice. Oké. Oh, dan moet ik hem wel equippen ook. Jezus. Man. Zenny. Blizzard. Thanks, RNGesus. Thanks, RNGesus. Thanks, Blizzard. Daar doe ik het voor. Dat was het enige waar ik dit hele evenement voor deed. Dat ding. Thanks. En dan hebben we nog 2 te gaan. Wel netjes op het laatst, weet je wel. Het is net een bom defuse. Het gaat altijd op het laatst. Nice. En dit is al een victory pose. Ik dacht eigenlijk ook dat dit even een emote was. Maar het is een toffe, weet je wel, zijn handje zo van... Yeah, we gaan een showdown doen. En dit is trouwens wel super sweet. Oh, ik heb anders van die zulke lieve dingen. Shit.
Ja, yeah. Anyway. Laatste lootboxje. Let's go. Let's make it happen. Let's make it happen. Nog iets moois? Of gewoon laffe afsluiter? Relatief laffe afsluiter het is. Al is dit wel een toffe victory pose voor... Oh, ik heb de Lucky Pouch. Die is veel liever. Die hadden we met het vorige aflevering al gehaald. Maar ja, anyway. Deze is ook leuk. Let's go. We zetten hem erop. Diva, de ultieme waifu. There we go. Ja, dat was het dan, jongens. De Uprising lootbox opening met je boy Tom, die precies heeft gekregen wat hij wou. Nice. Rejoice. Vond je het een leuke video? Laat me het even weten. Drop een like, drop een dislike. Als je dit hele ding hebt afgekeken en dacht, fuck dit, dislike. Hey, het mag ook. Doe je ding. Het is jouw schuld dat je de hele video dan hebt gezien, maar whatever. Druk op die knoppen. Je mag abonneren op het Gamersnet kanaal voor meer content. Vaak Overwatch op streams, als je een keer langs wil komen. Maar natuurlijk, we hebben ook allerlei andere toffe dingen. Gamersnet Gear elke dinsdag. Hot Coffee Show, Goeie Frag, Challenge Accepted. Allerlei gekke formats die je van ons kunt verwachten. Dus daar doen we het voor en we doen het voor jou. Dus ik hoop dat je van genoten hebt. Dit was Tom met Overwatch Uprising. De laatste dag dat het nog kon. En je boy heeft gewoon gekregen wat hij wil. Ik ben een tevreden man. Deze dag is gemaakt. Ik hoop dat jouw dag ook goed is. Cheers de ballen. Houdoe en bedankt.